Goedemorgen. Bonjour. Bonjour. Het is een nieuwe dag. En we kijken even in de rondte naar het weer. Let op. Nog steeds heel veel bewolking. En het is een graadje 20, denk ik. 19 graden. We hebben net ontbeten. En we gaan zo naar de winkel. Nemen we jullie ook wel even mee. En dan daarna gaan we op pad. Op zoek naar bunkers. Ja. Toch? Laten we weer eens even wat gaan doen. Yes, man. Ja. Later. Hey, we gaan op pad, we gaan op pad. Ja, ja. We gaan en Peter is helemaal goed voorbereid met zijn drone. We hopen vandaag wat dronebeelden te kunnen maken. Zo, een paar uurtjes denk ik verder sinds onze supermarkt bezoek. En Peter is ondertussen even de informatiekaart aan het bekijken, want we zijn bij batterij van Macy. Macy Battery. Ja. Een batterijpositie van de Duitsers. Ja. Om de stranden te beschermen tegen de invasie. Ja, we lopen ondertussen eventjes, want... Ja. Het belangrijkste hier is dat dit had. Ik moet ondertussen uitkijken. Dit de hele batterij had vernield moeten worden door bommenwerpers van Amerika, maar het is mislukt. En daardoor heeft hij 3 dagen lang na de invasie hebben ze de geallieerden kunnen bestoken. Ja, en ondertussen. Oh, ik heb allemaal vlieg op mijn hand. Oeh, even een stukje naar beneden, hè? Ik heb geen idee trouwens waar we nu in zijn. In een personeelsbunker. Oh, personeelsbunker. Zoals je ziet is het hier aardig donker. Peter kwam net al met de opmerking. Oh ja, we hadden even onze zaklamp mee moeten nemen. De bunker in. Ja, er zitten hier ook allemaal vogels trouwens. Oh, dat gaan we ook naar. Oh, wat tof. Hier dus. Hier, daar is Peter weer. Nou ja, tof, dit soort dingen. Nou, ik zat even te denken wat ik moest zeggen, maar ik ben een beetje onder de indruk op hoe ze het hier hebben... Oh, ik ben weer donker. Even een ander gangetje door. Echt bizar dat je hier zit. Nou, hier is zelfs nog een kachel. Daar. Dat hier gewoon Duitsers hebben gezeten. Ja, hier sliepen ze. Ja, heel, heel apart dat je zo'n belangrijk stuk historie bezoekt. Ja.
van die spellen die jij speelt, Call of Duty en Medal of Honor? Absoluut. Dan weten we ook waarom die vogels hier invliegen, want er zitten hier gewoon zwaluwnesten. Kijk eens, daar zitten ze. Na de batterij zijn we even weer een geocache gaan oppikken. En dan sta je met je auto gewoon op een Frans landweggetje. Bij een gigaboom. En zie je daar op de achtergrond zie je een bunker. Daar is die. Ja, nou, daar kan nog één. Waar? Daar. Oh ja, daarnaast ook nog. Waarschijnlijk in het gebied daar zit net zo'n complex als waar we net waren. Ja. Maar ja, we hebben de geocache gevonden, daar ging het toch even om. En dat we dan op zo'n hele mooie plek staan, dat is ook wel heel erg bijzonder. Leuke hobby blijft het toch, geocachen. Wat jij? Ja, ik heb een portier gevonden. Ik gooi hem weg en dan ploft hij. Oké, de special effects moet je er zelf maar even bij denken. Terwijl we onderweg zijn naar Point du Hoc, komen we ineens op een plek terecht. Dat blijkt een begraafplaats te zijn. Die hebben we dan niet bezocht. Maar wel een gigantisch standbeeld, wat dan het standbeeld van de vrede is. Door een of andere Japanner is die gemaakt. Maar dat was nog niet het meest interessante. Want het meest interessante was dat er een plakkaat stond van de National Guard. Waarbij er een... Wat was het? Een sergeant? Ja, zoiets. Die in zijn eentje 35 Germaanse, oftewel Duitse soldaten. Hij heeft zo'n mitrailleurpost in zijn eentje veroverd door middel van handgranaten en zijn bajonet. Ja. Hij heeft die 35 soldaten gevangen genomen. En daarvoor heeft hij de Medal of Honor gekregen. Dus dat is de hoogst haalbare onderscheiding. Inderdaad, ik was even het woord kwijt. Maar bijzonder dat je... Terwijl je naar iets anders onderweg bent, dat je dat soort dingen ontdekt. En daar gaat Peter in een... bomkrater. Best diep. En dat na bijna 80 jaar. Hij heeft het over de bomkrater, niet over zichzelf trouwens. Nee. Hij ziet er nog zo vitaal uit na 80 jaar.
vond je ervan? Ik weet al wat je ervan vond, maar... Super indrukwekkend, vooral het laatste stukje. Ja. En allemaal plakaten, foto's van soldaten en hoe ze hier al land zijn gekomen en hoe ze uiteindelijk zijn gestorven. Allemaal in een leeftijd van 18 tot 27. Ja. Kippenvel, maar het is wel heel bizar als je die hoge klif ziet en dan denkt dat ze met een touwladdertje omhoog moesten, vol bepakt. Ja. En dan steek je je kop bovenuit en dan krijg je gelijk een... kogel door je hoofd. Door je kop dus dat, ja, dat is het risico als je dan loopt. Jeetje, echt zo bijzonder. Ja. Hoe ze dat dus, hebben gedurfd. Ja. Haast geen woorden voor eigenlijk wat die mensen hebben moeten doorstaan en dat ze zo, ja, zo stoer, zo brave. Dat er überhaupt mensen het overleefd hebben. Ja. En niet veel. Nee, want er zijn 225 omhoog geklommen en maar 90 hebben het uiteindelijk overleefd na 2,5 dag dat die strijd gaande was op deze plek. Ja. Heftig. We zijn bij Omaha Beach. Hier is een bunker boven op de duinen. En in deze bunker vonden we gewoon een geocache. Ja. Even kijken hoor, daar is het, de zee. En daaronder ligt Omaha Beach. Verwaaid hoofd. Daar iets minder verwaaid hoofd. Ik heb niet zulke lange haren. En niet zulke lange haren. Maar hij is wel... Oh. Ik heb wel een fietsleutel gevonden. Ah. Geen idee, misschien... Laat hem gewoon hier. Ja. Zo. Dus mocht je fietssleutel zijn verloren met een oranje bandje eraan, dan ligt hij dus hier bij Omaha Beach. Want daar zijn we nu. We hebben dus net, wat je waarschijnlijk wel hebt gezien, de gedenktekens hebben we gezien. We zijn nog even op zoek geweest naar een geocaches. Ja. Twee maar liefst. En dan loop je over het strand waar dus die enorm bekende D-Day landing is geweest. En dan zie je gewoon mensen zonnen, voor zover dat kan, want het is niet heel erg zonnig. En je ziet mensen zwemmen. En aan de ene kant is het heel mooi natuurlijk, na bijna 80 jaar later, dat het kan. Maar aan de andere kant is het ook een beetje gek. Nadat je weet dat er zoveel mensen de dood hebben gevonden op dat strand daar. Voor, nou ja, om maar even zo te zeggen, onze vrijheid.
Later. Bonjour. Nou ja, we zijn nu een paar uur later. Dat is het punt even. We hebben net, jullie hebben net de beelden gezien van de Amerikaanse en de Duitse begraafplaats die we hebben bezocht. Immens. Vooral de Amerikaanse begraafplaats was heel uitgestrekt. Heel groot. Ja, nogal logisch natuurlijk met het aantal doden wat hier is gevallen aan de Amerikaanse kant. Nou, maar niet helemaal met wat ik probeer te zeggen. Oh. Want op de Amerikaanse begraafplaats liggen zo'n 10.000 doden. Mm-hmm. Terwijl de Duitse begraafplaats een stuk kleiner is en heel sober. Maar daar liggen meer dan 20.000 soldaten. Ja. Dat wou ik zeggen. Oké. Okay. En nou ja, en het was natuurlijk ook een stuk, echt een stuk drukker bij het Amerikaanse. Wat ik aan de ene kant ook wel snap, aangezien het vlakbij de gedenktekens van Omaha Beach is. En ook bovenaan het strand, ja. Echt de duinen op, daar heb je de begraafplaats liggen. Dat is een mooi uitzicht. Ja. Maar inderdaad, touringkarren, campers. Heel veel auto's, ja. Gigantisch parkeerplaats en heel uitgestrekt. Al die witte kruisjes wat je net hebt gezien. En bij de Duitse begraafplaats een heel klein parkeerplaats. Ja. En er waren wel mensen gelukkig. Ook veel Nederlanders en heel veel Duitsers natuurlijk. Ja. En er was een visitor center. Daar hebben we geen beelden gemaakt. Nee, maar de verhalen die je daar leest, het waren voornamelijk individuele verhalen. Van Duitse soldaten. Van Duitse soldaten inderdaad, maar ook van hoe die Duitse begraafplaats is ontstaan. Want dat is natuurlijk niet zomaar dat een Frans grondgebied zegt van oké, we willen ruimte geven aan de Duitsers. Maar ook nou ja, een aantal verhalen van SS'ers die op die begraafplaats liggen. En dat is wel dat je daar met een dubbel gevoel loopt. Ja, er was er eentje bij, die was een of andere kapitein, was 30 jaar. En die heeft het opdracht gegeven, ja. Om een Frans dorpje volledig uit te roeien. Alle vrouwen en kinderen zijn vermoord, alle huizen zijn verbrand. Ja. En die kapitein die was zelf trouwens vader van een klein jongetje. Ja. Was een hele lieve vader. Maar toch besluit hij om al mijn kinderen het graf in te jagen. Ja. Maar die kerel ligt daar ook begraven. Gelukkig hebben ze zijn graf niet gezien. Maar je heel snapt dubbel. Wel dat hij een plek nodig heeft. Maar aan de andere kant is het gewoon wreed dat zo iemand tussen alle andere Duitse soldaten ligt die waarschijnlijk niet eens de keuze hadden. De meesten die werden gewoon gedwongen om te vechten hier en gewoon dienstplichtig en nou ja, en zijn ook omgekomen terwijl ze daar helemaal niet wouden zijn. Dus dat is eigenlijk net zo erg als die Amerikanen en Canadezen. En, ja. Nou ja. Dus het zijn twee plekken die natuurlijk heel veel gelijkenissen hebben, want nou ja, er liggen nou eenmaal heel veel dode soldaten, maar aan de andere kant ook zoveel tegenstellingen heeft. Ja. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Hoor je dat geknetter op de achtergrond? Aha. We zijn aan het barbecuen. Mm-hmm. Want al waren we eerst van plan om te eten in een restaurant, waren we best wel moe van alle bezichtigingen en het rijden en dat soort dingen. Nou ja, het rijden dat deed Peter voornamelijk. Dat we dachten van, goh ja, we hebben toch alles al binnen voor de barbecue. Dus waarom gaan we niet gewoon barbecuen? En zie hier. Nom, 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 nom. Later that night. De dag is bijna voorbij. Het is 9:12. Dat zeg ik, bijna voorbij. Deze dag was heel intensief. Peter die gaat nu net doen alsof hij gaat lezen. Ik lees. Ik heb mijn e-reader. Maar kijk, dat is zelfs een leespril. Ja, hey, je wordt ouder. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat, we hebben heerlijk gegeten net, dat zag je. En we zitten nu gewoon lekker onder onze Event shelter, partytent. Omdat het dan nog best wel fris is qua wind hier. Wel een hele mooie dag gehad.
Lekker zonnetje en gewoon perfecte dag om erop uit te gaan. Maar we zijn wel moe. Veel indrukken. Dat vooral, heel veel indrukken. Ja, we hebben meer dan 10 kilometer gelopen. Als dat natuurlijk niet heel bijzonder, maar veel indrukken. En veel ja, lang. Wel actief bezig. Ja. Yes. Maar goed, dat heb je allemaal kunnen zien in deze vlog. Dus we willen hem even afsluiten bij deze. Bedankt voor het kijken. Ja. Bedankt voor het kijken en abonneer je natuurlijk als je geen enkele vlog wilt missen. Klik op het belletje. Even een leuke like. Leuke like. Leuke like. Een like, een duimpje als je deze video... Als je het leuk vond, dan moet je gewoon de boel in de gaten houden. Want ja. Er komt binnenkort weer een nieuwe vlog van wat we morgen gaan doen. Ja, we gaan weer een stukje Tweede Wereldoorlog. Yes. Dan een ander stukje. Ja. Mooi, wel te rusten. Wel te rusten. Doei doei.